Stichting Topsportopleiding Tilburg, het Koning Willem II College en Campus 013 maken het voor kinderen mogelijk om topsportontwikkeling en schoolopleiding te combineren. Zo gaan topprestaties in de sport en op school hand in hand. Genomineerd voor de Mariska Lipse Award 2021-2022. Al vijfjarige kosten ze al over de camping. Noi Moes. Zij krijgt geen punten, maar haalt ze. Gelissa Verheijen. Deze 14-jarige vliegt al 10 jaar over het ijs. Erik Kowalski. De 14-jarige veldrijdster combineert HAVO, vrienden en 6000 fietskilometers per jaar. Noi werd tweede bij de Cyclocross 2020, slechts enkele centimeters achter nummer 1. Ze traint 2 keer per week op haar club, doet crosstrainingen en wedstrijden. Als Marianne Vos ploegleider wordt, wil ze in haar team rijden. Op naar het WK veldrijden te Hulst in 2026. Winnen staat voorop bij deze 14-jarige tennister. Daartoe traint zij 14 uur per week naast de wedstrijden. Lissa combineert dit succesvol met MAVO. Maar spontaan afspreken met vrienden is voorbij. Fysiek ontwikkelt ze zich in haar megasnelle spel. Mentaal leert ze vanuit rust te focussen. Op naar de kwartfinale van het NK tot en met 14. En dan door als internationaal profspeler. Erik is op het ijs razendsnel en verrast zo zijn tegenspelers. Hij is een op-en-top teamspeler die de schijf uitstekend weet te passen. Hij traint 7 uur per week, gaat 5 keer per week naar Duitsland en doet onderweg zijn VWO-huiswerk. Tijd voor vrienden? Weinig. Hij werkt eraan nog harder te kunnen schieten. Zijn ambitie? Spelen in NHL, 's werelds top ijshockeyleague.